Oké. Groot nieuws. Bob is de beste Roblox-speler ooit? Nee. Er is weer een mega-update in Brookhaven. Like de video sneller dan dat ik het laat zien. Het politiebureau. Oh my gosh. Het is zo anders. Ik speel Brookhaven nu al jaren. En het politiebureau, wat er eerst zo uitzag, is eigenlijk al hetzelfde sinds het begin. Dus deze update is gigantisch. Wow. Oké, het begin ziet er best wel hetzelfde uit. Je hebt hier gewoon een notitieblaadje. Waarom staat hier een taco-recept op? Geen idee. Ik moet gaan. Hier kan je natuurlijk zien wie er gezocht wordt. Wacht even, ik klik erop. En dat is raar. Misschien omdat het net nieuw is. Nou, deze kamer ook nog best wel hetzelfde. Maar wat er nu bij is gekomen, is een trap naar boven. Inderdaad, normaal had het politiebureau maar één verdieping. Met natuurlijk ook hier de cel. Bob, waarom zit jij in de cel? Ik ben de sleutel kwijt. Precies. En dan heb je hier nog een soort van verhoorkamer. En ik heb nog helemaal niets gezien van deze update. Dus dit is mijn eerste reactie. Wow. Oké, we hebben hier een laptop die ik kan pakken. Ik heb net een laptop gekloond. Dan hebben we hier een soort van computer en er staat toegang verleend. Hier hebben we een map van de aarde, een soort van computers en... Oh, kijk dan. Hier hebben we de kamer waar we belangrijke plannen kunnen bespreken. Ik moet naar de wc. Bob, dat is niet belangrijk. Wel, want de wc-papier is op. In ieder geval, wat ik eigenlijk wilde... Oh, laat maar. Ik heb nog bij me. Zeggen. Is dat dit niet het enige is wat geüpdate is? Wat hebben we hier trouwens? We kunnen er niks mee. Maar wauw, dit is zo gaaf. Het volgende wat ik... Bob, wat ben je aan het doen? Ik ben de wereld aan het redden, Job. Dit is de eerste keer dat je een toetsenbord gebruikt, of niet? Zoveel knopjes! Tikken maar! In ieder geval, Bob werkt bij de politie. Dat is een goed moment om hier weg te gaan. Maar waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben... Misschien kunnen jullie je nog herinneren dat op het dak van het... Ik ben gevallen. Dat op het dak van het politiebureau je naar binnen kon. En dat kan nog steeds. Er is niks. Het was zo leuk geweest als hier een geheim verstopt zat. Maar ze hebben het in ieder geval niet weggehaald. De helikopter is er ook nog. Oeh, maar wacht even. Heb je dan ook die geheime gang nog? Ja, Bob is hier geweest. Want die zat namelijk vroeger hier. Wacht even. Is die er nog? Ja, die is er nog. En is daar iets veranderd? We hebben nog steeds de foto van de maker van Brookhaven. De mysterieuze stok. En dan hebben we hier achter het kastje het kaartje. Wacht eens. Oeh, de code voor in de bioscoop. Maar zoals ik zei, er is meer geüpdate. Nog een plek die ik al ken sinds het begin van Brookhaven. Het ziekenhuis. En oh my gosh, moet je kijken. Het ziet er compleet anders uit. Eens zien. Oké, het begin is nog redelijk hetzelfde. Hier hebben we alle medicijnen. Hier hebben we de balie. Dat daar is de geheime ingang. Hier hebben we de wachtruimte. Hier, dit is ook nog hetzelfde. Ah, kijk, hier zijn wat items bijgekomen waar je niks mee kan. Maar wacht eens, er is nu een aparte operatiekamer. Hoe gaaf is dat? Kan ik je helpen? Bob, werkte jij niet bij de politie? Ik kan alles, Job. Bob, je kunt niet zomaar een dokter worden. In deze kamer worden mensen geopereerd. Nee hoor, dit is de feestkamer. Wacht, de feestkamer? Wat bedoel je? Een feestje is het medicijn. Bob, nee. In ieder geval, deze kamer is dus nieuw. Nou, hier liggen natuurlijk de mensen die net geopereerd zijn en moeten bijkomen. Oeh, de x-ray is ook helemaal veranderd. Zo kan er bijvoorbeeld hier iemand zitten die de resultaten bekijkt. Maar de grote vraag, is het geheim hier ook nog? Jazeker, dat is niet veranderd. Maar helaas is hier dus geen tweede verdieping toegevoegd. En ik snap eigenlijk wel waarom. Omdat de tweede verdieping hier nog steeds de geheime ruimte is. Ergens ben ik bang dat deze ooit wordt geüpdate. Ik bedoel, wie weet wat we er dan aantreffen. Hey Job, jij ook hier? Het zal waarschijnlijk niet erger zijn dan dat. Bob, was jij geen dokter? Ja, maar ik heb vakantie. Bob. Je bedoelt met vakantie dat je ontslagen bent, of niet? Ik hoef nooit meer terug te komen. Jij bent ook echt de enige die twee banen kan hebben in 5 minuten. En bij beide wordt ontslagen. Dat is het. Oh nee, ik heb je op een idee gebracht. Ik moet DutchTuber worden. Bob, maar ik ben DutchTuber. Nee, maar ik ga het beter zijn. Wat bedoel je? Hoezo jij gaat beter mij zijn dan mij? Ik ben Job en ik zeur. Bob, nu maak je me bang. Maar wat als ik je zeg dat er nog iets is geüpdate? Want als ik Brookhaven opstart, staat er niet alleen maar het ziekenhuis en het politiebureau, maar ook de school. Oh my gosh. Maar de grote vraag is, wat vinden jullie ervan? Het oude politiebureau, het oude ziekenhuis of het nieuwe politiebureau en het nieuwe ziekenhuis? En dan is het nu tijd voor de school. Huh. Dat ziet er inderdaad anders uit. De nieuwe was volgens mij rood. Oké, weet je, laten we het boek niet op de kaft beoordelen. We gaan naar binnen. Ha. De kluisjes waren eerst het blauwe en roze. En nu zijn ze grijs en... Grijs? Oké, interessant. Wat hebben we hier? Het klaslokaal. Ja, is ongeveer hetzelfde. En dan hebben we hier het kantoor van de directeur. Bob. Ik ben niet Bob. Ik ben de directeur. Bob, een bril opzetten die... te groot is voor jouw hoofd, maakt je niet de directeur. Nablijven!
huiswerk. En nu roep je gewoon dingen die je ooit een leraar hebt horen zeggen. Tijd voor scheetjeskunde. Scheetjeskunde? Haha. Ik ga er vandoor. In ieder geval, de kamer van de conciërge, die ziet er nog hetzelfde uit. We hebben bijvoorbeeld een dwel. En als we deze kant op gaan, hebben we... Oeh, wacht even. Oh, wacht, er is echt een lokaal bijgekomen. Wetenschap. En daar kun je dan eigen drankjes maken, lijkt het wel. Job, kijk! Bob, ik zou die twee niet samenvoegen. Oeh, ik ben een kip! Dan hebben we hier... Oeh, de gymzaal. Nou, jullie weten waarschijnlijk al hoe dit werkt. Je hebt hier allemaal dingen, zoals een danszaal. Dit is er al een tijdje, dus dat is niet echt veranderd. Je hebt zelfs een zwembad. En go. Zwemmen zo snel we kunnen. En zelfs een vergaderzaal. Maar het ding is, dit was er al. Ik ben op zoek naar nieuwe dingen in de school. Oh, er is een muzieklokaal toegevoegd. Ik bedoel, ja, er was eerder ook al een gitaar. Maar dat stond er gewoon. Zit er iets onder de stoel verstopt? Stoelpoten! Want dat is gelijk wat ik mij nu afvraag. Zijn er ook nieuwe geheimen? De lerarenkamer. Oeh, ik ben benieuwd. Ja, ik ben geen leraar en dat is een koffiezetapparaat. Wacht, werkt het? Het werkt! Maar ik hou niet van koffie. Maar dit is wel iets wat is toegevoegd. En wat dus ook echt werkt. Dat is wel fijn. Dan hebben we hier het kunstlokaal. Kunst? Kunst. Oh, kunst. En oh, deze items zijn ook nieuw. Ah, zo jammer dat je erop klikt dat het daar niet mee kan. Maar hey, al met al best wel wat leuke toevoegingen. En oeh, de cafetaria is veranderd. We hebben nu een soort van... Hey, dat is een geheel nieuw item. Geef maar aan mij, dat wordt mijn toetje. Wauw, ik vind dit best wel gaaf. Kunnen we het ook neerzetten? Ja, dat kan. En wacht eens, wat zie ik hier? Ketchup en mosterd. Of nou, zijn dat pakjes sap of is dat saus? Kan iemand me dat vertellen? En dan hebben we hier nog een kamer. Oh. Ah ja, en nu mijn eerlijke mening. Ja, ik vind het leuk dat er lokalen zijn toegevoegd. Ik vind alleen de kleuren een beetje saai. Ik bedoel, het is misschien realistischer. Een beetje grijs en gewoon een stenen muur. Maar ik vond misschien de vorige school er gewoon wat vrolijker uitzien. Maar hey, ik snap het wel. Brookhaven bestaat al jaren. En net zoals in de echte wereld worden dingen soms veranderd. En Brookhaven is daar geen uitzondering in. Gelukkig kom ik op mijn wieltjes terecht. Maar nu ben ik toch wel echt ongelooflijk nieuwsgierig. Wat gaat de volgende update worden in Brookhaven? Want deze update zag ik echt niet aankomen. Kies mij! Job, kies mij! Je was gewoon de sleutels kwijt, hè? Ik was de sleutels kwijt. Ik vind het ook zo grappig. Ik heb geen kat. Daar ligt er één. Ik druk op de kat. En nu zijn er twee katten. En deze kat is veel groter dan die kat. Logica. Wat me trouwens wel opvalt. Er zijn nu twee updates geweest. En in beide is er geen nieuw huis toegevoegd. Dit is nog steeds de nieuwste. Deze is afgelopen Halloween toegevoegd. Maar nu moet ik wel eerlijk zeggen. Dit huis is echt heel leuk. Want hoe werkte het ook alweer? Volgens mij moest je alles hier openzetten. En dan kon je hier doorheen vallen. Ja, precies. En dan heb je hier de kluis met Robux. Hallo. Bob, alsjeblieft. Maar ik vind het lastig te zeggen wat ik de beste update vind. Oeh, dit ziet er best wel cool uit. Maar belangrijker nog. Het winkelcentrum. Ook zo'n plek die er al heel lang in Brookhaven is. Hier wordt het nieuws gemaakt. Burgers. Dansen. Oeh, ik ben duizelig. En we hebben natuurlijk de bioscoop aan deze kant. Ook die is niet veranderd. Maar bij de meeste veranderingen heb je even tijd nodig om te wennen. Net zoals bij de supermarkt. Die is er nu ongeveer 2 weken, denk ik. En daar ben ik eigenlijk al wel aan gewend. Maar dat vooral omdat ik van pizza hou. Abonneer voor meer en adios.